dit moment komt er een voertuig voorzien van het kenteken 20RPG6 met daarin een verdachte. De politie, de noodeenheid, heeft de melding gekregen om deze verdachte aan te houden. Daarin is het belangrijk dat de politie de motor laat draaien. Wie spreekt politie? Stop! En duidelijk spreekt tot de verdachte. Zit maar draaien. Dit was een waarschuwingsschot. Welke verdachte beweging wordt geschoten? Zeg maar, handen uit raam. Doe met je linkerhand het portier open. Welke verdachte beweging wordt geschoten? Stap nu met de linkerbeen uit de auto. Stap nu uit de auto. Oké, zet nu twee stappen naar links toe. Stop, kom op. Er is meerdere malen genoemd dat op elke verdachte beweging wordt geschoten. Dat gebeurt dus ook. Belangrijk is dat dat rustig en meerdere keren medegedeeld wordt, indien mogelijk en natuurlijk. Zodra het echte gevaar geweken is, wordt het vuurwapen geborgen, waardoor tot aanhouding over kan worden gegaan. Volgens de aangeleerde technieken, het boeien gebeurt rechts op rechts, links op links. Dus met de rechterhand wordt er naar de rechterhand geboeid en andersom. Dat is een techniek die aangeleerd is aan de politie. En vervolgens de verdachte ligt op de grond. Hè. Ook dat wordt geleerd, hoe laat je een verdachte dan toch opstaan. Vervolgens wordt er gefouilleerd en dat is een zogenoemde veiligheidsfouillering. Zijn neergeschoten. Inderdaad, vraagt hij, komt de ambulance dan niet? Zoals u ziet is het hier van belang om de verdachte zo spoedig mogelijk naar het bureau te verplaatsen. Deze veiligheidsfouillering, zoals u zag, gebeurt oppervlakkig. Daarin mag dan nog niet in de zakken worden gezeten. De veiligheidsfouillering is ervoor om oppervlakkig af te tasten. Om eventueel achter dat vuurwapen te komen. Dames en heren, de verdachte is aangehouden en wordt afgevoerd. Ik geef ze een groot applaus. Dit was de zogenaamde uitpraatprocedure.